Is jouw buurthuis of wijkcentrum al dementievriendelijk? Een fijne plek om buurtgenoten te ontmoeten en samen actief te blijven. Waar iedereen welkom is. Nou, ik ben er echt heel erg van geknapt. Verder gaan we helemaal niet weg. Het is echt een uitje. Ik vind het heerlijk. Dat geldt ook voor mensen met dementie. In 2040 zijn dat er 500.000. Het is denk ik heel belangrijk dat er meer dementievriendelijke plekken komen. Mensen met dementie, en vooral het beginnende dementie, die doen ook gewoon nog mee met de maatschappij. Wij vinden het zelf belangrijk dat iedereen welkom is. Wij gaan er vooral vanuit dat iedereen het hier naar zijn zin mag hebben. En op het moment dat wij zien dat mensen zich wellicht iets minder comfortabel voelen, dan gaan wij naar de mensen toe en dan vragen we wat we voor ze kunnen betekenen. Of als zij gewoon hun dagelijkse ritme blijven doen, dat ze daar beter van blijven, langer beter van blijven. Dus hoe mooi is het dat we dat met elkaar kunnen aanbieden? Ik ben heel alleen en ik zit een beetje te lezen. Nou, kom ik elke week. Toen we meededen met deze pilotlocatie hebben we best heel veel tips gekregen. Alzheimer Nederland die biedt gewoon een starterspakket waardoor de drempel zo laag wordt om dit te doen. Ik vind het heel fijn dat Alzheimer Nederland die training heeft aangeboden. Iemand met dementie die aan de tafel zet met een heel open ruimte achter zich, dan voelen ze zich vaak onrustiger dan als ze tegen een muur gesitueerd zijn. Ook hoe je mensen met dementie, hoe je die het beste in contact kunt komen. We hebben wat budget gekregen van Alzheimer Nederland om er zelf voor te zorgen dat we wat meer een huiskamer zijn. Dus we kijken even achter ons, daar hebben we een mooi zitje gemaakt. Ja, je ziet vooral dat ze het allerleukste eigenlijk vinden om gewoon met elkaar koffie te drinken. Daarnaast ook wel activiteiten te doen. Nou, we hebben altijd nul met elkaar. Nou, ik zou zeggen gewoon doen. Het is een hele kleine aanpassing en Alzheimer Nederland heeft ons persoonlijk heel erg geholpen met het starterspakket wat ze bieden. En daardoor ben je heel erg ontzorgd en je kunt ook alle vragen bij ze stellen. En dat maakt juist dat je nog veel meer je wijk en je dorp kunt bedienen. Maak jouw buurthuis of wijkcentrum ook dementievriendelijk. Kijk op alzheimernederland.nl/ontmoetingsplek.